ben allemaal Hermes van Bewijn Heidezaan. Ik ga jullie nu laten zien hoe gaan we dubbel waterval doen. Als je ziet, hebben we de eerste al gedaan. Dat is al gedaan. Zo, nu gaan we verder met de waterval. Dus wij pakken de gedeelte haar en gaan we dit delen in twee. Gaan we draaien. Dus delen in twee en dan draaien. Dus pak je hetzelfde ploekje wat we gebruikt hebben daarvoor. Dan doen we erin. Gaan we het haar draaien. Dus pak ik hetzelfde ploekje dat ik net heb gebruikt in de eerste waterval. Ga ik hem draaien. Ze gaat zo verder met het haar. Dus pak ik de gedeelte haar dat ik gebruikt heb. Dan ga ik draaien. Dus pak ik gedeelte haar wat ik net gebruikt heb voor de eerste. Dan ga ik deze draaien naar boven. Dus dit haar altijd zo draaien naar boven. Dus pak je plukje haar. Doe je erin. Dan ga je dat haar draaien. Draaien naar boven. Ga je zo verder met het hele haar. Dan gaan we hier. Ja. Ga ik deze twee draaien. Dus altijd pak je hetzelfde plukje haar erin. En dan ga je draaien naar boven. Dus pluk je haar erin. En dan ga je dit draaien. Pluk je haar erin. En dan gaan we draaien. En dan pluk je haar erin. Dan gaan wij draaien. Dan ga ik dit plukje haar pakken. Doe ik erin. Dan ga ik dit draaien. Dus wij gaan nu hetzelfde doen. Wat we gaan doen, pakken we een stikje. Gaan we erin, de stikje erin doen, om vast te binden. En als we klaar zijn met dat, ja, gaan wij dit eventjes rustig, heel rustig trekken. Zie je? Dan gaan we dit draaien naar achteren. Dus dan zie je het niet meer. Zie je, dit is de tweede waterval. Dus je hebt heel mooie waterval met twee gedeeltes. Hier is de waterval en tweede. Dus je kan altijd ietsje naar beneden doen. Dan heb je de waterval. Ja, dus dit dubbele waterval wordt genoemd. Want ze zijn dubbele, het zijn twee waterval. Ja, ik hoop dat jullie leuk hebben gevonden. Bedankt voor het kijken. Ik ben Amal Herbert van Vivian Heerdesign Spain. Bye bye.